Nou, beste mensen, allemaal van harte welkom op deze 40ste Grand Round. Toch een jubileum. En fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Bijzonder onderwerp en een bijzondere spreker vandaag, Dylan Hansen. We zijn altijd trots als we vertellen dat, toch een beetje trots als we vertellen dat er in het Radboud UMC dat er 10.000 medewerkers zijn. Maar na vandaag zullen we voortaan zeggen dat het er ruim 13.000 zijn. Want er lopen meer dan 3.000 studenten op deze campus rond. Die allemaal vanuit onze missie en kernwaarden een bijdrage willen leveren aan hun eigen opleiding natuurlijk. Maar toch ook aan de gezondheidszorg in de hele breedte. En zij zijn van nature creatief en nieuwsgierig en hebben nog wel hele oorspronkelijke ideeën natuurlijk over de manier hoe wij de gezondheidszorg hebben ingericht. En kunnen vanuit die invalshoek enorm veel bijdragen en willen dat ook gaan doen. En de grootste uitdaging is van hoe kunnen we studenten daar nou op de beste manier in begeleiden? Hoe kunnen studenten op de beste manier daar verantwoordelijkheid gaan nemen? En hoe kunnen we de vertrouwen tussen beide groepen, de medewerkers, de studenten, patiënten natuurlijk, laten groeien zodat we veel meer synergie eruit halen dan we nu eigenlijk doen. We zijn blij dat we daar iets uitgelegd over krijgen van Dylan Hansen, medisch student hier in Nijmegen. Zit nu in zijn masterfase, is bezig met zijn co-schap neurologie. Heeft een toch wel indrukwekkende carrière al achter de rug, Dylan. Je bent voorzitter geweest van de facultaire studentenraad. Je hebt een studentenpartij bij je actief in, ASAP heet die volgens mij. Je hebt langere tijd gewerkt op de anatomie. En bent nu ook promovendus op de afdelingen neuroanatomie en neurochirurgie, waar je bezig bent met een promotieonderzoek. Dus behoorlijk indrukwekkend. En we zijn dan ook ontzettend benieuwd naar jouw verhaal. En we zijn ontzettend blij dat jij voor dit gezelschap bereid bent om jouw verhaal te gaan houden. Graag het woord aan jou, Dylan. Dankjewel, Jan. Ja, als je het zo naast elkaar zet, dan verwacht je heel wat, denk ik. Ik hoop dat ik de aanval kan doen. Ja goed, de 40ste Grand Round, dames en heren. Student als partner. En ik denk voor degenen die mij enigszins kennen, dat ik dat al sinds jaar en dag roep. En als we het hebben over student als partner, dan hebben we het natuurlijk eigenlijk over de vluchtelingencrisis. Misschien een gek begin, maar dames en heren, de vluchtelingencrisis vat eigenlijk heel keurig samen waar het nou misloopt. Ik ga er niet heel veel over vertellen, want het is natuurlijk een beladen onderwerp. Maar de vluchtelingencrisis, het woord zegt het zelf al, vraagt om een bijzondere reactie van onze maatschappij. Namelijk solidariteit. Crisis, een bijzondere situatie, vraagt om een bijzondere reactie. En we weten dat solidariteit vandaag de dag een schaars goed is. Schaars goed, sommigen zouden het een ziekte kunnen noemen. Maar solidariteit komt dus niet zo heel veel voor. En als we kijken naar de politiek, dan zien we eigenlijk dat onze vluchtelingencrisis wordt opgelost door twee stromingen. Hè? Links en rechts, zoals we die eigenlijk alle twee kennen. De linkse stroming voorziet helemaal geen problemen. Namelijk, de vluchtelingencrisis kwam precies op tijd. Wij dreigden dan om te gaan aan de vergrijzing. Ik zie veel grijze hoofden. Daar dreigden we aan ten onder te gaan. Maar we gaan gered worden, dames en heren. Namelijk, door de vluchtelingen. Dat zijn hulpverleners, alleen dan nog op dit moment vermomd als vluchteling. Dat is links. Rechts zegt daarentegen, dames en heren, wij staan voor een schijnkeuze. Namelijk de keuze tussen de welvaartsstaat en de verzorgingsstaat daarmee. En daarmee het opvangen van vluchtelingen. En daarmee dus voor solidariteit. Nogmaals, dit is een schijnkeuze. Dit is hoe nu de politiek naar dit soort momenten kijkt. Dus het vluchtelingendebat staat in zekere zin toch wel centraal in wat we vandaag gaan bespreken. Want solidariteit, dat zien we door de hele maatschappij verminderd. Althans, we zijn een individualistische samenleving geworden. En wat we zien is dat we dan onszelf niet meer willen vergelijken met andere mensen. We eens kijken naar onszelf en zien ons als anders. Als we teruggaan in de tijd, 1906, toen verscheen een prachtige anatomische publicatie, waarbij de breinen werden vergeleken van negroïde mensen met de breinen van Caucasische mensen. En uiteraard kwam daaruit, althans in die tijd uiteraard, dat het Caucasisch ras groter hersenvolumina bezat. We weten dat het inmiddels niet waar is. Dat is onzin, kunnen we afdoen als koek. En dan stond daar bij George Orwell een bijzondere passende quote. Some animals are more equal than other animals. Van Animal Farm. En daarbij was het dus gericht op de Sovjet-Unie van destijds. Dus individualisme begon langzaam maar zeker eigenlijk hoogtijd te vieren. Behalve in het Radboud UMC. Want daar zijn wij wel nog solidair. We zien hier een mooi plaatje waarbij we elkaar de hand reiken en elkaar vasthouden. En u ziet ook een keurig gekleurde hand daartussen, zoals dat hoort. Waarbij we dus inderdaad solidair zijn met elkaar.
Het Radboud UMC spreekt van Radboudianisme. Radboudianisme waarin we kijken naar wie er Radboudiaan genoemd mag worden en zichzelf Radboudiaan ook noemt. Wij delen inderdaad, zoals Jan al zei, dezelfde kernwaarden. We willen namelijk hebben een significant impact on healthcare. Het komt regelmatig terug. Hoe zit dat Radboudianisme nou eigenlijk in elkaar? Kijken we naar een speech die gegeven werd door Leon van Halder, onze bestuursvoorzitter, en kijken we naar onze website, dan gaat het inderdaad werken bij het Radboud UMC. Samen voor het beste gaan, die stip op de horizon plaatsen en daar naartoe gaan. En dat is iets wat we met z'n allen graag willen, wat we ook met z'n allen graag doen en wat we ook met z'n allen kunnen. Want we zijn solidair, we zijn één Radboud. En iedereen voelt zich daar ook bij verbonden. Vraag het aan hoogleraren, universitair hoogdocenten, PA's, pardon, physicians assistants. Vraag het aan de medewerkers van de HAGO, vraag het aan de medewerkers van Formaat. Iedereen voelt zich samen tot dat Radboud. Eén groep valt daar eigenlijk buiten. Want als je studenten vraagt wat een Radboudiaan is, dan heb je twee reacties. Eerst is een lach, Radboudiaan is namelijk geen woord. Tweede is een grimas, waarbij iedereen denkt, ja, Radboudiaan, Radboudiaan, wat is dat? Wat moet ik daarmee? Wat kan ik daar überhaupt mee? Ik voel mij geen Radboudiaan, ik ben student. Maar, dames en heren, waarom voelt een student zich dan nou zo achtergesteld? Is een student achtergesteld? Wordt hij achtergesteld? En na vanavond hoop ik dat u denkt, blijft hij ook achtergesteld? Is het misschien wel de fysieke afstand die we onszelf opwerpen? Als we kijken naar de prekliniek en het klinisch centrum, hè, wat wij het Radboud UMC noemen, dan zit daar een fysieke afstand in die gekenmerkt wordt door drie groene velden. Er is een luchtfoto, een wat oudere foto. Is het misschien louter die fysieke afstand die ons van elkaar scheidt? Of is er meer aan de hand? Ligt het misschien wel aan het gebouw waar wij in zitten? De prekliniek is een grijs en grauw gebouw. En iedereen die daarnaar kijkt, vindt dat ook. Het straalt weinig leven uit, bruist weinig energie, maar niets is minder waar. Want als je binnen in die prachtige prekliniek kijkt, die hoop ik verbouwd gaat worden, dan zien we dat daar eigenlijk grote ontwikkelingen plaatsvinden. We zien grote medische verenigingen. De Medische Faculteitsvereniging Nijmegen, ook beter bekend als de MFVN, het zogenaamd SOOS, en dan hebben we nog de IFMSE. Deze drie verenigingen, naast vele andere, maken ontzettend veel mogelijk en maken dus samen met elkaar veel nieuwe ontwikkelingen door, waar u vanuit uw Radboud UMC-ramen eigenlijk maar weinig van meekrijgt. En daar wil ik u eigenlijk kort even iets over voorlichten. Zo is er bijvoorbeeld vanuit de afdeling anatomie, de studenten van de afdeling anatomie, de mogelijkheid gemaakt om voor studenten om snijcursussen door te lopen. Ze kunnen hiermee dus hun eigen anatomie beter leren. We hebben die RAAP genoemd, Radbouds Academisch Anatomisch Project. Er zijn er twee van verschenen, 2014-2015. En dat was een groot succes. En wat u ziet is een cursus voor en door studenten. Anatomie gegeven voor studenten en met name door studenten. U ziet het hier al beneden in beeld. Dat is misschien iets klein. Maar een jonge dame, een van onze studentassistenten, Frederike Haverkamp, ook hier aanwezig, die onderwijs geeft aan onze andere studenten over, in dit geval volgens mij, beenanatomie. Maar er is meer. Namelijk een tijdschrift. Een tijdschrift wat heet Radboud Annals of Medical Students. Hebben we niet, althans. Als UMC hebben we vele blaadjes. Maar er is geen enkel wetenschappelijk tijdschrift, bij mijn weten, wat door het Radboud UMC wordt uitgegeven, behalve dit. En dit komt van studenten af. Studenten publiceren hierin hun eigen bevindingen van onderzoek uit stages, uit wetenschappelijke perioden die ze meelopen met wetenschappelijk personeel, die ze dan niet als stage noemen. En het zijn ook nog wel andere artikelen die erin komen en dat is een groot succes. Daarnaast zijn er stages die mogelijk worden gemaakt in den vreemde. Denk aan Ghana, denk aan Brazilië, denk aan Argentinië. Waar studenten naartoe gaan, daar contacten op doen, vervolgens nieuwe ervaringen leren en vervolgens die studenten vanuit daar hier naartoe slepen. En daardoor krijgen we toch die internationale samenwerking waar we zo naar streven. De UMC-raad, ook een mooi voorbeeld, de medezeggenschap. Hiervoor wordt een beetje gelachen, want ze staan op de foto. De UMC-raad is eigenlijk het enige middel waarmee het Radboud UMC officieel via een bestuursorgaan of een overlegorgaan communiceert met de RU, buiten de Raad van Bestuur. Wat je dan ziet, is dat in zo'n orgaan dus inderdaad studenten zitten. En die studenten buigen zich over onderzoek, onderwijs en zorg. Daarnaast maken we verschillende symposia elk jaar. En dit is denk ik een van de mooiste voorbeelden waarbij we
bij iedereen bekend, kernspreker Dick Swaap hadden uitgenodigd. En dat ging over de maakbaarheid van het brein. Het zijn maar simpele voorbeelden. Maar dit gebeurt dus al. En heel veel van dit soort voorbeelden, en ik ben daar zeker van, zijn bij u nog niet bekend. Maar daarvoor sta ik hier. Ik maak u dat graag op attent. Want uiteindelijk zijn we allemaal niet zo verschillend. Of je nou student bent, nogmaals, of universitair hoofddocent, of hoogleraar. We hebben dezelfde anatomie, we zijn hetzelfde. Sterker nog, en dat is een bijzonder kritisch punt, ik denk dat zonder de student er geen hoogleraren waren. Ik durf dat nog iets scherper te stellen, ik weet dat zeker. Zonder studenten waren er geen hoogleraren, want ze zijn immers niet nodig. Hoogleraren zijn er louter dan alleen, van origine, om studenten iets te leren over het vakgebied waarin ze geïnteresseerd zijn. Fok en Sukke leggen dat dan een keer uit, en ik wil het u nog wel graag een keer op een andere manier uitleggen. Zonder mijzelf, zonder mijn collega's studenten, was Jan Kramer hovenier en Paul Smits banketbakker. Voorbeeldje. Om dat verder uit te leggen wil ik graag, en dat had ik ook beloofd, een blik terugwerpen in de geschiedenis van de geneeskunde. En ik neem u mee naar omstreeks 1540, ten tijde van de grote Italiaanse universiteiten, bijvoorbeeld in Bologna, bijvoorbeeld in Padua. En in Bologna, 13 januari 1540, voltrok zich een bijzonder schouwspel. En het is bijzonder omdat het anatomisch en geschiedkundig interessant verhaal is. Het gaat over Matthäus Curtius en Andreas Vesalius. Dat waren twee gerenommeerde namen binnen de anatomie. Andreas Vesalius was een dissector, was een preparateur. En Matthäus Curtius was echt een anatoom volgens de leer van Galenus. Nogmaals, het is een anatomisch geschiedkundig feit. Ten tijde van die Italiaanse universiteiten werden studentrectoren in staat gesteld, waren rijke jongens die betaalden hun eigen opleiding, werden in staat gesteld om daadwerkelijk ook mensen uit te nodigen. Dus Andreas Vesalius, Belg van origine, werd uitgenodigd richting Italië te komen en om daar iets te komen vertellen over anatomie. En hij verrichtte daar op zijn eigen manier dissecties onder het toeziend oog van Matthäus Curtius. Zo kwam men erachter dat bepaalde spieren, rectus abdominis bijvoorbeeld, niet vast zat aan waar Galenus het had beschreven. En hoewel dat nu op dit moment wat droog lijkt, kwam daar een hele interessante discussie uit voort. Een discussie die tot lang daarna heeft voortgeduurd. Wie heeft er nu gelijk? Was het Galenus, en daardoor dus Matthäus Curtius, of was toch de visie van de preparateur Andreas Vesalius leidend? Voor de mensen die iets weten van de anatomie en iets weten van de afdeling anatomie, onze snijzaal heet het preparatorium van Vesalius, ofwel de Vesaliuszalen, en niet het preparatorium van Curtius. Ik denk dat daarmee de discussie beslecht is. Ik zei het al zojuist, maar toen heerste toch echt het gegeven, wie betaalt, bepaalt. Studenten hadden de macht, want ze betaalden hun eigen opleiding. En dat komt dan weer akelig dicht in de buurt, sinds minister Bussemaker heeft gesteld dat de basisbeurs niet langer noodzakelijk is. De basisbeurs was oneerlijk. Nou goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Daar gaan we het verder niet over hebben. Maar we hebben in elk geval geen studiefinanciering meer. De studenten worden akelig kritisch op het onderwijs dat ze genieten. En logisch ook, want je betaalt ervoor elke maand weer. Wat wil een student dan bepalen? Onderwijs, zorg en onderzoek. Dat zijn namelijk de drie kerntaken waar wij ons mee bezighouden. En daar willen we over mee kunnen denken. Sterker nog, dat kunnen we ook en dat gaan we ook doen. Dus bereid u vast voor. Als we kijken naar het onderwijs, zijn we goed van start gegaan. We hebben een prachtig nieuw curriculum. En dat nieuwe curriculum stelt daadwerkelijk studenten in staat om mee te denken over hun eigen onderwijs. Laten we niet flauw doen, het heeft wat kinderziektes, maar dat mag. Dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Hier ziet u een mooie opname van In de Tent. Dat was misschien een kinderziekte, maar vooruit. In de Tent en die tent. Daar kwamen studenten bij elkaar en die mochten daar discussiëren met elkaar, inspirerende lezingen bijwonen. En ik denk dat dat iets is waar we met z'n allen behoorlijk trots op mogen zijn, dat we dit gewoon voor elkaar krijgen. Er zetten wat kinderziektes aan, studenten willen wat meer onderwijsmomenten. En daarom zijn de oude studenten in de bres gesprongen. We hebben namelijk samen met de Medische Faculteitsvereniging en het SOOS en de Facultaire Studentenraad het mogelijk gemaakt dat er tentamentrainingen kwamen. Tentamentrainingen die meer zouden aansluiten bij het nieuwe curriculum dan ze dat voorheen deden. Kleine opname van het projectenplein, ook iets wat studenten mogelijk hebben gemaakt samen met firma Bouwzaken. Waarbij wordt gekeken naar het oude personeelsrestaurant. Het oude personeelsrestaurant is omgetoverd tot een lesparadijs. Een ruimte waar men les kan volgen.
Want als je luistert naar die studenten die nu in het nieuwe curriculum zitten, dan schreeuwen ze bijna om hoorcolleges. Hoorcolleges, contactmomenten, ontzettend belangrijk. En we hebben dat met z'n allen in de taboesfeer gegooid. Een hoorcollege is ouderwets en hebben we niet meer nodig. Maar blijkbaar is er wel nood aan. En studenten mogen self-directed learning uitvoeren. Dus als een student self-directed bepaalt om toch een hoorcollege te willen, wie zijn jullie dan, wij dan, om te zeggen, dat gaan we niet doen? Vind ik een interessante vraag. Ik zeg u, ik zeg wij, want wat zijn nou de verschillen? We hebben het al een keer over gehad, onze anatomie is gelijk en we komen van dezelfde origine. We willen naar hetzelfde ook toe. Ons toekomst, ons puntje op de horizon is gelijk. We willen allemaal de beste opleiding met de beste mogelijkheden. En ik wil natuurlijk ook als student dat mijn 8 ook daadwerkelijk een 8 is. Ik wil geen 8 die in Leiden een 6 zou zijn. Daar ben ik niet bij gebaat, wil ik dus ook niet. Dus maak u zich niet ongerust, we gaan de opleiding niet versoepelen of vereenvoudigen. We willen daadwerkelijk samen echt voor iets gaan waar we voor durven te staan. Ook in de masterfase is dat zo. Dan heb ik het even over de zorg. In de masterfase zien we dat co-assistenten als geen ander meekrijgen hoe het in andere ziekenhuizen gaat. We zien dus dat co-assistenten verschillende disciplines meemaken in verschillende centra op verschillende wijzen. Ik vind het jammer dat daar weinig mee gebeurt. Wat nog meer kan, is co-assistenten een opdrachtje laten uitvoeren. Dit is het enige anatomische plaatje wat er nog in zit, bij mijn weten. Dit is de neus in een mediane doorsnede. Waarbij we de eerste hersenzenuw zien, de olfactorius, de reukzenuw. Het was een patiënt die niet kon ruiken en de vraag aan de co-assistent was, hoe lossen we dit op en hoe komen we erachter wat de patiënt wel en wat de patiënt niet ruikt. 8 bekertjes, als ik me niet vergis, met verschillende specerijen. En even later wist de afdeling precies wie of welke patiënt wat wel en wat niet meer rook. Stukje innovatie waarvan ik denk dat het heel klein is, waarvan ik denk dat het heel simpel is. Maar dit zijn wel dingen waar co-assistenten goed bij kunnen helpen. Namelijk, hoe gaan we nou verder? Hoe gaan we dat stapje naar die patiënt toe beter maken? Vind ik een goede vraag. Er zijn ook minder mooie verhalen. Er is een casus, die lees ik graag een keer voor. Als de patiënt vertelt over zijn terug naar huis gaan na de operatie, onderbreekt de arts hem en zegt, en we hebben u toen nog een presentje meegegeven, nietwaar? De patiënt kijkt enigszins verbaasd en moet zichtbaar even nadenken. Ikzelf denk aan een zak snoep of een leuk boek voor de man. Wat zouden zijn hobby's zijn? Zou hij kinderen hebben? Dan zegt de patiënt, oh ja, die diepe veneuze katheter, ja, die kreeg ik mee. Hierop lacht de arts. Ik snap de term presentje in dit geval totaal niet. Dit is een waar gebeurd verhaal, waarbij ik denk dat we misschien nog wel iets kunnen leren van een student. Dit is opgeschreven door een student. En dit is ik denk dat het Volkskrant waardig is trouwens. Gaan we niet doen, maar ik denk het wel. Dit zijn momenten, als je die zou terugkoppelen, wie weet denkt die arts op dat moment wel, ach jee, dat had ik niet zo moeten doen. Beetje onhandig. En dan kun je samen verder naar de toekomst. Op dit moment bestaat dit niet. Je kunt dit soort momenten niet terugkoppelen, simpelweg omdat we geen collega's zijn. We zijn geen partners. Ik word beoordeeld, of iemand anders wordt beoordeeld, door degene die van wie ik afhankelijk ben, namelijk de stafarts of de artsassistent. Ik denk een mooie casus die veel illustreert. Is een spiegelgesprek misschien een oplossing? Wat heb ik van u geleerd? Wat kunt u van mij leren? Waar liggen verbeterpunten voor u, maar ook voor mij? Mooie technieken die volgens mij op de afdeling gynaecologie, moet ik even opzij kijken, al worden uitgevoerd en waar bij mijn weten erg veel van geleerd wordt. Ik zie iemand knikken, dat stelt mij gerust. Dus misschien een tip voor de rest van het huis. Spiegelgesprekken met je co-assistenten. Wat heb ik geleerd van de co-assistent? Wat heeft de co-assistent van mij geleerd? Normaal focus op dat laatste. Hoe zit het dan met onderzoek? Paul Smit staat hier mooi in beeld en heeft het hier over With talent management, Radboud University Medical Center offers young talent the opportunity to develop. Ik wil niet veel zeggen. Maar ik zie ze nog niet, de talent management. Ik zie vooral obstakels. Als ik kijk naar mijn eigen pad tot nu toe als jonge onderzoeker. En als ik online kijk, zie ik junior principal lecturers die in de leeftijd 40, 50 zijn. Dus begrijp dat junior is, maar op een gegeven moment is young talent toch echt wel old talent. Dus we mogen onze grenzen wellicht ietsje verlagen. En we mogen misschien ook wat meer vertrouwen hebben in die student die graag onderzoek wil doen. En misschien moeten we daar inderdaad toch wel wat geld in investeren. Dat kan. Kijk de raad van bestuur stiekem aan.
Want als we elkaar nou gewoon kansen bieden, dan zie je dat studenten echt niet zomaar een dom sponsje zijn. Studenten willen heel graag leren, ze willen vooruit, die stip op de horizon die staat en daar gaan we naartoe. Samen met jullie of zonder jullie, dat maakt ons niet zoveel uit, maar we gaan er komen, dat kan ik u beloven. En dames en heren, ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar daarvoor kansen biedt. Want studenten kunnen heel goed out of the box denken. Dingen waar u nog niet aan gedacht heeft, omdat u een zogenaamde tunnelvisie heeft, daar denken studenten wel aan. Waarom zou u zich daardoor niet door laten helpen? We willen namelijk alle twee dat onze universiteit tot een hoger niveau komt en niet tot een lager niveau. En ik denk dat door samenwerking dat heel goed mogelijk is. En dat kan zowel in zorg, onderwijs en ook onderzoek. Als we nou kijken naar die zorg, hoe ziet de toekomst er dan uit? Dames en heren, ik ben 22. Dat werd al zojuist volgens mij heel kort even gezegd. Dit is de leeftijd waarop ik voor het eerst dacht om dokter te worden. Kinderfoto. De geschatte AOW-leeftijd, dus er zit een marge op, is 77 jaar. Dus ik moet nog 45 jaar door. Dat is de leeftijd van Jan Kramer. Dat vind ik lang. Dus ik mag nog 55 jaar in een toko als deze, in een Radboud Universiteit, een universitair medisch centrum, mag ik nog door. Hoe zie ik er dan uit? Hoe ziet de zorg er dan uit? Hoe ziet de zorg eruit als ik er zo uitzie? En wie bepaalt daarover? Wie verzint op dit moment de innovatie in de zorg? Ik kan u één ding verklappen, ik ben het niet. En wie verzint het dan wel en hoe ziet het dan uit? Gelukkig heb ik een aantal bekenden, onder andere bij de functie bouwzaken hier in huis. Dit is hoe 2020, ik heb er zelf even een datum boven gezet, althans in de toekomst dus, ons Radboud eruit moet gaan zien. Dat is akelig dichtbij. En zijn we dan in een nieuw centrum met een oude gedachte, of gaan we innoveren en gaan we zeggen, we gaan samen vooruit. We gaan samen innoveren en we gaan samen een nieuw gebouw neerzetten. Dat mag u dan doen. En wij innoveren dan in die gedachten. En dat willen we graag samen met u doen. Want wat is nou mogelijk als je de student wel als partner ziet? Gaan we dan de wereld veroveren? Gaan we dan inderdaad als het ware een heilige graal naar die niet bestaat? Ik denk dat dat niet waar is. We gaan de wereld ook niet veroveren, maar we gaan de wereld wel verbeteren. En ik denk dat dat al een nastrevenswaardig feit is. Ik heb het nieuwe curricula 2.0 genoemd. Je mag het ook de nieuwste nieuwe curricula noemen die er zijn. De naam doet er niet zo heel veel toe. Maar ik denk als wanneer je het kernteam nou eens naast de studentenmening legt, heb je een mooie overlapzone. En die overlapzone, daar kunnen we heel veel mee. Als je kijkt naar wat studenten willen en waar studenten behoefte aan hebben, dan kun je daar echt beter de curricula mee vormen. Op dit moment heb ik me laten vertellen dat de cijfers soms wat tegenvallen. Ik weet niet of het helemaal waar is, maar dat heb ik me laten vertellen. En ik denk dat dat niet nodig is. Want de studenten die nu binnenstromen zijn zeker niet dommer dan de studenten die hier vooraan zitten. En ikzelf dus. Sterker nog, ik denk dat ze slimmer zijn. Ze zijn namelijk decentraal binnengekomen en ik ben maar simpel gelood. Dus deze studenten zijn absoluut intelligenter. En ik denk dat we daar een heel mooie vooruitgang mee kunnen maken. Zo kun je ook een effectieve co-schap inrichten. Er is een zogenaamde co-assistentenmonitor. En daarmee kun je de onbenutte kennis van studenten gebruiken. Ik heb het zojuist niet aangewezen, maar Bertho Nieboer kent hiervan, ook van de afdeling gynaecologie, en ondersteunt dit feit. Het wordt dan ook door de firma Celsius wordt het gemaakt. Volgens mij is dat ook weer geligeerd aan het Radboud UMC. Dat zijn dus mooie ontwikkelingen waar we echt mee vooruit kunnen en waar studenten hun kennis kunnen terugkoppelen aan de afdeling. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Waar zijn de patiënten van de toekomst? Ik vind het een mooie vraag. Ik denk dat de wachtkamers leeg gaan zijn. Wil ik dat als toekomstig arts? Wil ik inderdaad geen patiëntencontact meer? Wil ik alles dan maar gedigitaliseerd hebben via de luchtbrug bijvoorbeeld? Mooi initiatief, maar wil ik dat wel als toekomstig arts? Wil ik dat wel als toekomstig patiënt? De dokter van de toekomst, denk ik, wil ook nog graag zijn patiëntencontact. Dus niet alles zal digitaliseren, maar wel veel. En daar zal ik op voorbereid moeten zijn. Maar ik wil daar graag met u samen over kunnen nadenken. En ik denk dat mijn collega's, en dan heb ik het over de studenten, dat zij het daarmee eens zijn. Ik denk dat wij samen de dokter van de toekomst willen vormen en daar dus ook vorm aan willen geven. Wat willen patiënten van de toekomst? Dat vind ik ook een mooie vraag. En dan kijk ik naar de andere kant van de zaal. Zo zijn er nog heel veel ontwikkelingen die gaande zijn. Ik had het al over de Celsius Academie, die staat beneden in beeld. Zo wordt door dokter Terlaan
wordt 3D-printing ingezet binnen de neurochirurgie. Neuronavigatie wordt steeds beter. 3D-printing wordt ook ingezet via andere afdelingen. Daar komt u nog achter dat dat zo is. Dames en heren, er is heel veel ontwikkeling. En u hoeft het niet alleen te doen. We hebben namelijk zogenaamde researchcoördinatoren. Ik zag hem zojuist al zitten, hij zit achter in de zaal. Guido de Jong. Hij werkt op de afdeling neurochirurgie en werkt daar als technisch geneeskundestudent aan zijn stage en tegelijkertijd als researchcoördinator. En dat doet hij erg goed. Mag het wel zeggen, toch? Dat doet hij heel erg goed. Daar is de afdeling neurochirurgie heel erg bij gebaat. En waarom zou alleen Guido dat kunnen? Waarom kan iemand anders dat niet ook? Er zijn dus nogmaals heel veel mogelijkheden. Is het dus crisis? In dit geval niet. De vluchtelingen laat ik even buiten beschouwing. Maar in het Radboud UMC is er geen crisis. Althans, niet op dit moment en niet wat dit onderwerp betreft. Ik denk dat als we elkaar samen de hand reiken en gewoon die hand durven aan te pakken, dat we samen vooruit kunnen. Sinds kort ben ik weer opnieuw in dienst van het Radboud. En ik las een interessante folder dat ik ga werken met 10.000 collega's en 3.000 studenten. Ik denk dat we daarvan mogen maken dat we gaan werken met 13.000 collega's, waarvan 3.000 op dit moment student zijn. En met zijn 13.000 denk ik dat we kunnen zeggen dat ons motto, ons stipje op de horizon is: to have a significant impact on healthcare by working together with patients, healthcare professionals and the professionals of the future. Dank u. Nou Dylan, veel dank voor jouw indrukwekkende verhaal. Knap hoe jij dit vertelt en de boodschap is indrukwekkend, kan ik wel zeggen. Ik wil nog één ding zeggen. Kijk, we hebben namelijk als laatste onderdeel, ik ga het wat korter houden, de boodschap dat wanneer u niet naar ons toe komt, dat wij dan wel naar u toe komen. En wanneer wij naar u toe komen, zou jij voor mij de doos willen pakken? Als we naar u toe komen, dan bijten we ons daadwerkelijk in u vast. En als wij ons in u vastbijten, dan doen we dat op een bijzonder krachtige manier. Ja. We hebben daarvoor een soort... Ik weet niet of ik hier moet blijven staan. Jaarlijkse, we hebben daarvoor een jaarlijkse prijs in het leven geroepen. En hij is niet voor Jan Kramer, het spijt me. Maar hij is wel voor professor Laan. Roland, we hebben ons vorig jaar... Kom even staan. We hebben ons vorig jaar bijzonder in jou vastgebeten in het nieuwe curriculum. Dat hebben we met veel liefde gedaan. Want ik denk dat we samen voor het beste wilden gaan. En ik denk dat ons dat... tot op dit moment zeker gelukt is. En ik zou willen uitdagen iedereen hier om dat te blijven doen. En met dank aan de afdeling mondkaak-aangezichtschirurgie en het Anatomisch Museum hebben wij een klein presentje. Dit is doortastbaar. Ik zou zeggen, ga uw gang en grijp de award. Nou. Dit is, hij is gedoopt de prognatus. Kijk, heel mooi. Nou, fantastisch. Dylan, mag ik jou namens iedereen ongelooflijk hartelijk danken. Wij als organisatie zijn blij dat we jou hier hebben mogen hebben voor het achtste lustrum van de Grand Rounds. Dus veel dank. Wij kunnen veel van jou leren. Dat hebben we ook gemerkt bij deze presentatie, hoe jij dat doet. Petje af. Er is nog even tijd. Ik zag nog wat andere vragen die nog steeds borrelen. Er is nog tijd voor een drankje en een hapje. Normaal gesproken maken we ons een beetje zorgen dat alle hapjes en drankjes niet opgaan. Met het publiek wat ik nu zie, denk ik dat dat wel mee zal vallen. Dat dat wel gaat lukken. Ik nodig jullie allemaal weer graag uit voor de volgende Grand Round, de 41ste. En die zal weer, zoals altijd, op de derde maandag van de maand worden gehouden in februari. Van harte welkom dan en van nu een fijne avond. Hey, dank je wel, jongen.